in was. Hier. Over zijn gier. Zijk! Hoi, we zijn inmiddels alweer eventjes terug. Vorige week was de laatste video van de daadwerkelijke roadtrip. Dus bij deze de afsluiter om even een stukje terug te kijken op onze roadtrip en de parken die we gedaan hebben. En hoe we dit een beetje gaan doen is wat vonden we het leukste per park en dan uiteindelijk wat het leukste van de roadtrip was. Dus Fantasialand, daar zijn we begonnen. We waren vorig jaar al geweest. Wat is jouw... pluspunt daar... De garage van het hotel. De garage van het hotel. Die was wel, heel erg tof, ja. Niet helemaal eerlijk. Geen pretpark gedeelte, maar dat was wel enorm kick. Dat was wil jij het vertellen? Het was de auto reed je in een hok. En dan draaide je een sleuteltje op en dan ging die naar beneden. En dan kon er een andere auto boven. Het was zo'n blokkendoos. Ja, zo'n puzzeltje, zo'n stom puzzeltje was het. Dat je altijd zomaar zeggen, zoek de juiste plek. En dan kwam die auto waar die vandaan kwam, of uit de grond of van boven. Ik zal het inderdaad wel eronder zetten. Gewoon superleuk om te zien. In the middle of nowhere, gewoon deze blok... Of in het midden van de stad ineens een blok van 3 auto's, 4 auto's breed. En daar kunnen dan gewoon 12 auto's in. Heel raar om te zien. Ja, maar qua park, ja pas. Ik kan daar eigenlijk ook heel kort over zijn. Taron is tof, zijn we dit keer niet in geweest, maar vorig jaar toevallig wel. Maar Chiapas is gewoon de leukste waterbaan die er is, denk ik wel. Niet alleen in Fantasialand. Nee. Maar sowieso vind ik Fantasialand Mountain Chocolate ook... Ja, jij wel. Jij houdt wel van dat. Jij kan ook niet wachten tot Disney volgende keer met wat is het? Midway Mania inderdaad. Ja, superleuk, superleuk. Ja, voor mij ook gewoon Chiapas. Daar kan ik kort over zijn. Qua eten. We hebben niet zoveel gegeten. Maar een broodje hadden we bij ons. En jij had een bokworst? Nee? Nee, ik had een krak, ik weet het niet hoe dat die heette, maar die van mij was gekruid en die van jou niet. Ja, een rode worst, ik had een normale niet rode worst. En die van mij was lekker, die van Suus was nog lekkerder. Dus ik ga voor Suus de worstje die ze had. Dat was gewoon net even één tandje lekkerder. Daarna zijn we doorgereden naar Tripsdrill. Ja. Dat was een verrassing sowieso op zich, want dat park kenden we eigenlijk van de koetjes. We kregen het gratis bij onze Efteling abonnement. Kenden het niet. Hebben een review gekeken van Extreme Rides. Even reclame maken. En toch maar gegaan. Toch gekozen om er naartoe te gaan. En het is eigenlijk 100% meegevallen. Ik vond het een erg leuk park. Het is heel klein, maar genoeg te doen. En... Echt een familiepark. Echt gewoon, er is voor iedereen wat te doen. Voor de trailseekers, dat heb ik in de vlog zelf ook al gezegd. Voor de trailseekers is er genoeg te doen. Voor de kleine kinderen is er genoeg te doen. De attracties die ze hebben zijn ook allemaal heel leuk aangekleed. Leuke waterbaan. Twee leuke waterbanen. Hadden die rubberband vond ik niet zo bijzonder. Die was wel leuk. Dat wel. Maar de badtobbers. Normaal gesproken zit je in een boomstam. Hier zit je in een bad. Briljant. Carajo. Super tof. Mammoet super tof. Gewoon een heel leuk, het is een klein maar leuk gezellig park. Een beetje qua thema in de buurt van Park Asterix, maar dan zonder de Asterix. Dus mijn favoriet daar, dat is een moeilijke. Ik denk Carajo. Ik denk Carajo wel. En die die je zo niet uit kan spreken. Ja. Die was ook wel leuk inderdaad. Voor mij is het Carajo. Ja, ik weet het niet. Carajo en Mammoet vond ik allebei wel heel erg leuk. Ja. Nou, en qua eten, die hamburger. Die hamburger was echt top. Die werd vers gebakken en daar moesten we op wachten. En dat was gewoon voldoende ook met z'n tweeën. Want we hadden met z'n tweeën 1 menu genomen omdat we eigenlijk niet zo'n honger hadden. Maar het was ook voldoende, want het was echt een groot bord. Grote hamburger ook echt gewoon. En wat Suus ook zegt, vers gebakken. Het was niet alleen maar vers gebakken, maar het was ook echt gewoon van gehakt. Niet een moren hamburger, overigens niks mis mee. Maar geen pretpark frituurhamburger. Gewoon echt
ja, gemalen vlees, gewoon gehakt, waar een burger van gedaan wordt. En dat gaat op de grill. En supervers, verse sla, die vers gesneden wordt, verse tomaatjes. Ja, super lekker. Dus ook gewoon dat topburgertje. Daarna zijn we... trouwens, want we vergeten een heel belangrijk deel. Jij bent ook stiekem die garage meegenomen. Natuurlijk nog het dorpje gehad. Dorpje was echt Bezigheim. Ja, je weet niet wat je ziet. Het is op zich gewoon een redelijke stad. Maar wij zaten echt in het oude stadscentrum. Ja. En dat was gewoon superleuk. Gewoon compleet onverwacht. Wij hebben eigenlijk gewoon op basis van de parken die we wilden bezoeken, hebben we op Booking hebben we hotels in de buurt gekozen. Beetje op prijs geselecteerd, beetje op afstand geselecteerd en gewoon geboekt. Ook gewoon gekeken of het kwalitatief in orde was. Dus we gingen eigenlijk ook blind naar de hotels toe. En dit bleek een appartementje te zijn. Echt in het hart van het historische centrum. Superleuk, super verrassend. Ja. Lekker cultureel. Het bleek een appartement te zijn in plaats van een hotel. Want dat wisten we eigenlijk ook niet. Dus Suus heeft lekker worstjes zitten koken. Of gebakken eigenlijk. Op standje 1 van de kookplaat. En toen we daarachter kwamen, hebben we ze uiteindelijk wel gewoon snel kunnen eten. Super, super lekker. Super leuk ook aan te raden. Toen door naar Europa Park. Naar Rust. Ook nog nooit geweest. Daar hadden we wel een appartement. Dat wisten we wel dat het een appartement zou zijn. Midden van het dorp. Zou op loopafstand zijn. Geen flauw idee dat het echt daadwerkelijk ook echt op loopafstand was. Gewoon nog geen 5 minuten lopen. Zelden zo dichtbij een pretpark gezeten in een hotel wat niet bij een pretpark hoort. En ook nog eens een keer een super appartement. We waren eigenlijk best wel verbaasd, want we gingen hem uitchecken. En we hadden een hele grote kamer. En dat was de kleinste. Dus dat... maar eten, pakken. Een bakketje om de hoek. Het eten was echt op z'n duis. Je pakte zeg maar iets uit de koelkast. En er lag bovenop de kamer lag een lijst. En dan vinkte je af wat je had genomen. En met uitchecken betaalde je het. Ja, dus het is echt gewoon vol vertrouwen. Ja. Het is niet zomaar... Normaal gesproken moest je dan achter slot een grendel of weet ik veel man. Nee, dus gewoon je pakt, en dat gebeurt in Duitsland vaker. Je pakt, ze gaan ervan uit dat je het netjes aftekent op een lijstje. En aan het einde van de rit lever je dat lijstje in en betaal je wat je gebruikt hebt. En dan praten we echt over prijzen. Nou ja, Suus was op een gegeven moment boos omdat ik een heel pak chocomel mee naar boven had genomen. Dat pak chocomel was 50 cent. Dat soort prijzen praten we over. Een pak kaas voor 25 cent. De biertjes, die waren het duurst, die waren 1,20 euro geloof ik, hè? Ja, ik weet niet. Het was echt heel goedkoop. Belachelijk. Ik geloof dat we uiteindelijk voor alles wat we daar gedronken en gegeten hebben... 18 euro kwijt waren. Ja, precies. Nou, dat bedoel ik dus. En hebben we gewoon gepakt wat we wilden, gedronken wat we wilden. En we wilden in instantie flesjes vullen. We hebben daar gewoon nieuwe flesjes gehad, want het kostte gewoon belachelijk weinig. Ja. Dus nou ja, inderdaad, de volgende dag gelopen naar Europa Park. Superleuk park ook, waren we ook nog nooit geweest. Een mega groot park. Alle achtbanen, super. Alle dark rides. Op 1 à 2 na, afhankelijk wat je smaak is, niet zo heel leuk. Niet zo heel kunstig. Daar zijn we te verwend in, inderdaad. Arthur en de Minimoys. Fantastisch. Super. Ja. Dat ritssysteem is leuk. De animatronics zijn leuk. De attractie zelf is leuk. Piraten in Batavia. Een assortiment van Pirates of the Caribbean. En Fata Morgana. Door elkaar. En dan qua animatronics nog de kwaliteit gehalveerd. Denk ik dat daar de beste omschrijving voor is. Leuk. Superleuk. Daar is niks op te zeggen. Maar gewoon heel erg knullig en vooral heel erg druk. Maar dan komen we bij het belangrijkste. Dan gaan we bij jou beginnen. Favoriete attractie? Sowieso qua achtbaan en Blue Fire. Die staat hoog. We begonnen de dag met een Silver Star op 1. Maar dat was meteen over nadat ik in Blue Fire was geweest. En ik denk dat ik... Mag ik er daar 2 kiezen? Voor mij wel. Het is jouw feestje. Ik vond daar al die waterbanen ook wel leuk. En dan denk ik dat ik voor... weet je, waar jij zo'n op bent geweest? Atlantica. Atlantica, die vond ik ook erg leuk. Ja, sowieso. De Coaster Star, Silver Star, super. Blue Fire, super. Ja, en Arthur en de Minimoys, sorry. Ik moet er 3 keer. Ja, gewoon kort door de bocht samen, wat alles behalve de dark rides.
daar komt het eigenlijk op neer. Nee, de sfeer en in het park. Eurosat. Ja, nee, die mogen. Maar die ene gaat, ik verhaal die twee steeds door elkaar. Eurosat wordt volgens mij verbouwd volgend jaar. Ja. Maar dat is maar goed ook, want er is en geen airco binnen en het is. Nou, gewoon dat takelsysteem is vond ik eng. Zenuwslopend. Dat is gewoon echt niet tof. Voor mij, je Blue Fire en Silver Star op coastergebied. Arthur en de Minimoys daarbij als zijnde een dark ride. Wodan, ook tof. Maar ik hou niet zo van houten achtbanen. Ik moet wel zeggen dat ook de Mammoet in Trips Drill en deze, de kussens... Ja, het zit prettiger. Die vangen heel veel klappen op. Dus dat is op zich al een stukken beter als in de meeste Europese parken. Maar Blue Fire en Silver Star, met z'n tweeën is het beste. Komen we bij het eten. We hebben gegeten in... Footloop. Dat is een achtbanenrestaurant. Daar komt je eten en je drinken op achtbaantjes naar beneden. Ik had een onwijs lekkere hamburger. Wederom ook gewoon weer een verse hamburger. Dus ook weer gewoon van vlees. Suus had spaghetti. Ja. Waarom eigenlijk? Want jij wilde de wrap. Ja, maar die kon ik niet vinden op het... op het display, ja. Op het display. Toen heb ik maar voor de Je moet bestellen op een tablet. En wij zaten heel gunstig. Lekker bij het raam. Lekker een beetje frisse lucht. Ik was nog zeiknat van de Atlantica Splash Zone, zeg maar. Dus we konden lekker drogen. Maar daardoor zagen we ook door de zon het tablet wat minder. Maar die spaghetti was ook erg lekker. Was lekker. Hamburgers, lekker frietjes. En veel ook gewoon. Ik denk dat we uiteindelijk anderhalf uur hebben zitten. Ja, we hebben daarna nog een lekker wit biertje op. Ja, twee. Ja. Maar we hebben twee wit biertjes lekker genomen. En echt wit bier. Geen pilsjes zo. Gewoon echt Duits wit bier. Dus dat was ook weer aan te raden als je gaat eten. Er is daar genoeg, ze hebben genoeg kraampjes. Wat zeker bij Europa Park het geval is, in alle achtbaanwachtrijen, of trouwens in alle wachtrijen, hebben ze winkeltjes. Ja, echt, dat niet eerder bedacht is door iemand, snap ik nog steeds niet. Want je staat in de warme zon en dan halverwege ineens een ijsje. Nou, kan je garanderen, het was haast drukker bij die winkeltjes dan de rest van de wachtrij. Want kinderen willen gewoon een ijsje of een drinkje of wat dan ook. En wij hebben eigenlijk allemaal of water of een ijsje wel genomen, ja. Omdat het gewoon zo warm was. Dus super slim bedacht. Nou, we hebben op zich wel geluk gehad, denk ik, met Europa Park door op een maandag te gaan buiten de vakantie. Ja. Dus het was heel bissen. De langste wachttijd was de eerste keer Blue Fire en dat was 20 minuten. Ja, en dat liep ook redelijk door. En voor de rest hebben we eigenlijk een kwartiertje max gestaan, ja. Overal. Dus. Dat ging inderdaad niet goed door. En uiteindelijk, ja, we hebben het in het centrum hebben we die Bob niet gedaan. Ze hebben wel naast gestaan, maar daar hou ik gewoon simpelweg niet zo heel veel van. Ik had er wel willen doen, maar ik kwam te laat achter. En toen hebben we gekozen om nog een keer naar Blue Fire te rennen. Omdat ik dan graag nog een keer Blue Fire deed. Ja, precies. Dus we hadden alles kunnen doen. We hebben gewoon gekozen om dingen dubbel te doen in plaats van alles te doen. Daarna zijn we eigenlijk... Hebben we nog iets bijzonders gedaan daar? Nee, hè? Nee, niet echt. Nou ja, daarna zijn we doorgereden naar Disneyland Parijs. Dat was eigenlijk door? Onze failsafe. Komt misschien wat verkeerd over, maar... dat was het minst leuke van de trip. Misschien omdat we het gewoon kenden. Het was niet slecht, maar die kennen we al. Daar komen we al, tenminste ik 24 jaar. Zij 20, denk ik, ondertussen. Zoiets. Nee. 15, whatever. Zoiets. Lang. Dus dat was ook. Er waren wel een aantal nieuwe dingen. Star Tours was vernieuwd. Space Mountain was vernieuwd. Ja. Pirates was nog dicht. Nieuwe show hadden we vorige keer niet gezien. Van Mickey en Ellen Magician. Dus er is genoeg leuks gedaan. We hebben trouwens nog wel leuke twee bekeuringen gereden. Gewoon even, we hadden zoiets van, weet je, we hebben nog €100 over. We gooien dat over de balk. Lang leven de Frans flits dingen op 1 kilometer. Maar Disneyland Parijs. Wat hebben we daar? Ja, we hebben daar gegeten bij, hoe heet dat? Café de Cascadeurs. Ja, ook super lekker. Wederom, verse burgers. Plaza Gardens. We halen dat soort dingen tegenwoordig wat vaker door elkaar. Dat is Plaza Inn en Plaza Gardens. Volgens mij is het Plaza Gardens. Ja. Zo niet. Komt hier onder de correctie. Super, super. Ja, ik vind het ook bekend voor ons. Wat vond jij daar het leukste? Ja. Laten we dat... Ja. Ik denk dat je van je stoel gaat vallen. Ga je Star Tours zeggen? Ja. Nee. Ja. Star Tours en... Dat moet ik ook wel even vertellen waarom ik van mijn stoel ga vallen. Space Mountain, denk ik.
Nou, Space Mountain sowieso. Ik vind de beugels gewoon veel prettiger nu. Ja, die zijn echt... die mogen ze voor mij op het overal gaan doen, ja, als ze komen. En ja, Star Tours. Ik ging nooit... Tenminste, ik ging altijd in Star Tours. Het was onderdeel dat wij getrouwd zijn. Huwelijkse voorwaarden. Ik ga met je mee. Nou, je vond het stiekem altijd wel leuk, maar ja, je werd er misselijk in. Ik werd er vaak misselijk in en ik vind de beelden. En ik ben toen in Amerika, in Anaheim ben ik wel in een nieuwe geweest. Vertel door. En daar werd ik ook een beetje misselijk in, maar daar was het een beetje warm volgens mij. En de airco werkte volgens mij toen niet goed in het ding zelf. Dus toen moest ik er snel uit, omdat ik misselijk werd. En toen ben ik natuurlijk gewoon in Parijs ben ik er gewoon ingegaan. En ja, het was gewoon leuk. Het was gewoon niet misselijk. We hebben ook eerlijk gezegd in Amerika steeds vrijwel dezelfde filmpjes gehad. Ja, en nu had ik steeds andere. En we hebben tot nu toe, ik denk dat we er vier of drie keer. Ja, maar in juni, met de tweede keer juni erbij zijn. Ja, oké. In totaal zijn we er nu 4 keer in geweest. En er geen ja, van eentje in het begin hetzelfde. Ja, en bij eentje werd ik wel wat misselijk. En die duurde te lang. Daar werd ik, ja, misselijk is een groot woord. Daar kreeg ik last van, omdat het te lang duurde. Ja. Maar ik heb nu uitgevonden... Als ik aan de buitenkant zit en ik kijk even weg, dan heb je er veel minder last van. Sowieso heb ik ook het idee dat die ten opzichte van de Amerikaanse wel degelijk wat scherpere projectie heeft. Maar dat kan misschien gewoon gewenning zijn of ik weet het niet. Maar gewoon het feit dat nu alle random dingen wel gewoon goed werkt. Ja. Ik zeg het, in Amerika hebben we vrijwel altijd een beetje dezelfde dingen gehad. En hier tot 4 keer toe niet. Dus dat is al een pluspunt. Ja, een Hyperspace Mountain. Super, redelijk simpele overlay. We kennen die uit Anaheim. Zijn er niet zelf in geweest, maar daar kennen we hem wel van. En hier is het net even wat spannender en drastischer gemaakt. Die beugels, super. De nieuwe karren van Swan Space Mountain hadden ze veel eerder moeten doen. En dat is gewoon geweldig. Wat wel zo is, en daar heb ik specifiek op zitten letten... is dat de projecties zijn op de bestaande elementen. Dus er bestaat nog een kans dat het een tijdelijke overlay is... en dat ze kunnen gaan switchen. Wat ik wel hoop, want dat zou betekenen dat ze net als in Anaheim... een Halloween overlay en een normale overlay... en verzinnend maar kunnen doen. Dus wat dat betreft... mijn favoriet daar is denk ik toch Hyperspace Mountain... in Disneyland Parijs. En in de Walt Disney Studios, ja, dat kan er maar eentje zijn. Dat is de Tower of Terror, blijft de Tower of Terror. En er gaan geruchten dat men dat ook over wil gaan zetten naar Guardians of the Galaxy. Ik hoop het niet, want ondertussen wordt het al duidelijk dat het succes van de Guardians in Anaheim al aan het terugnemen is. De wachtrijen worden al minder. Mensen beginnen de buitenkant weer goedkoop en lelijk te vinden. Dus de hype is er een beetje vanaf. Dus ik hoop dat Disney dat tijdig inziet en onze Tower gewoon lekker de Tower laat. Ja. Ik heb sowieso veel meer met ik vind Guardians leuk, maar dat heb ik al vaker gezegd trouwens. Twilight Zone en de Guardians verdienen gewoon allebei een eigen attractie. En de overlay is alvast niet goedkoop geweest, maar komt goedkoop over. Dus wat dat betreft, de hamburger bij Café de Cascadeur en voor mij Hyperspace Mountain in Disneyland en de Walt Disney Studios Tower. Ja. Denk ik. En overal... De gehele roadtrip. Wat is jou het leukste? Wat vind jij het leukste van heel de roadtrip? Denk ik dat ik toch ga kiezen voor Tripsdrill in Europa Park. Dat was wel verrassend inderdaad. Allebei. Omdat je bent er nog nooit geweest. Je hebt totaal geen idee van. Je kent heel veel van anderen. Je ziet veel van anderen. En toch kun je je eigenlijk niet voorstellen hoe het is. En ik vond sowieso trips heel erg leuk. Gewoon een klein gezellig parkje. En Europa Park was gewoon echt een volledige dag. Hebben we ons kunnen vermaken. Inderdaad. Nog niet alles gezien. Wel het meeste. Ja. Het schijnt dat de shows daar ook... Die hebben dat is eerlijk. We hebben geen één show gedaan. En die schijnen ook super te zijn. En dan gaat het inderdaad naar het hart. We zijn ook wel stiekem bezig om een aantal dingetjes volgend jaar op de planning staan. Om volgend jaar onze vakantie eigenlijk alleen maar te beperken tot een stukje Zuid-Duitsland. Dat komt omdat er een grote vakantie volgend jaar en een wat kleinere vakantie begin van het jaar plaats gaan vinden. Maar om inderdaad gewoon een weekje Europa Park te doen. Of in ieder geval een weekje rust te doen in hetzelfde appartement. Ja. En dan 2 of 3 dagen Europa Park mee te pakken. Het ook onderweg nadat we naar Disneyland reden.
Toen kwamen we ook langs een paar leuke stukjes die eigenlijk op 20 minuten rijden liggen van het appartement. Ja, en we hebben natuurlijk, het moet gewoon even gezegd worden, we hebben natuurlijk een staartje van de Vergezen meegepakt. Ja. Dat is een beetje een running gag geworden inmiddels. We hebben een staartje van de Vergezen meegepikt. En er is ja, gewoon oude steden, leuke dorpjes, ja. Maar ook vooral het gedeelte net over de grens. In Frankrijk superleuk, een heel groot stuwmeer bij in de buurt. En ja, ik moet eerlijk zeggen dat het rijden zelf, ik vind het niet erg om auto te rijden. Alleen als het lang duurt en zeker op bekend terrein is het niet mijn favoriete bezigheid. Maar ik vond het leuk. Ik vond het rijden zelf ook leuk. Het ging redelijk snel. Dus op een gegeven moment ook dat je kijkt, oh shit, nog 3 uur rijden. Om dan vervolgens tot de conclusie te komen. Over een uur zijn we er al. Dus het viel op zich allemaal reuze mee. Ja. En ja, het was gewoon super leuk. Dus het is zeker voor herhaling vatbaar, denk ik. En ja, ik weet niet, ben je nog wat toe te voegen? Nee, het was gewoon een keer iets anders. En dat sowieso. Gewoon een heel ander soort vakantie dat we eigenlijk normaal doen. En het is me echt goed bevallen. Ik zou het zo nog een keer doen. Ja, dat is echt heel leuk. Sowieso was het ook natuurlijk de laatste keer. Met de witte Picanto. Waarom zien jullie volgende week. En die heeft een mooi afscheid gehad. Laten we het daarop houden. Ja. Het was gewoon leuk. Eén tip. Als je met een kleine auto gaat. En je gaat die kant op. Ongeacht hoe goed je auto. En hoe lekker je auto ook rijdt. Bergen vindt hij vaak niet leuk. We hebben vaak zat gehad. Dat we met 130 de berg opreden. En er boven kwamen 100 reden. En niet omdat we langzamer waren gaan rijden vanwege dat het moest. Maar omdat de auto's die zat van, ik ben het eventjes een beetje zat. Hou er rekening mee met kleinere autootjes. Voor de rest, prima om te doen. Maar het was gewoon zeer, zeer geslaagd. En ik zou zeker zeggen aan te raden als je zelf ook zoiets wil. Wat wij in dit geval gedaan hebben, wij hebben een Efteling abonnement. En met het Efteling abonnement krijg je korting op sommige parken. Maar ook een aantal parken zijn gratis. Krijg je 1 dag gratis. Per kalenderjaar. En daar zitten ze ook in ons geval alle andere parken die wij gedaan hebben. Dus Fantasialand, Trips Drill en Europa Park zitten daarbij in. Dus daardoor wordt uiteindelijk, en zeker de Efteling ook, haar ouders wonen vlakbij de Efteling. Dus als we naar haar ouders gaan is het eventjes snel binnenwip. Dus uiteindelijk is dat abonnement is gewoon heel gunstig. En daar kan je gewoon heel veel leuke dingen mee doen. Zeker als je het wil gaan doen. Reken het voor de grap eens uit voor jezelf. Het is goedkoper en voordeliger, laat ik het zo zeggen. Het is niet per se goedkoper. Het is voordeliger en daardoor kan je meer parken bezoeken dan alleen maar één park. Dus uiteindelijk hadden we alleen het abonnement voor Disney, het abonnement voor Efteling. En de rest was benzine en eten. Dus, en de hotelletjes. En het hotelletjes. Maar ja, ik zeg het, we hebben via Booking gekeken, gewoon in de buurt. En ik zal de links naar de hotellen. En de hotellen. Naar de hotellen. De hotels en de appartementen, de onderzetten welke wij hadden. Dat is zeker aan te raden om die te pakken of iets in de buurt. Dus heb jij nog wat toe te voegen voor de rest? Nee. Dan zou ik bij deze zeggen, we gaan even een kort stukje terugblik. En we zien jullie volgende week weer. Doei. Doei. Dat vermoeden had ik al.
daar zin van. Hier. Open zijn gier. Waarom het kan.